balken zeer ernstig aangetast. Door houtrot, de druppels water hangen eraan, teken dat de ventilatie in deze kruipruimte gebrekkig is. Anders zouden er geen druppels aan hangen. En dat is meestal de veroorzaker. Nou kan je natuurlijk al die mooie vochtbedrijfjes kan je inhuren. Die gaan nu weer chips aansmeren of andere producten waar veel winst op gemaakt wordt. Of ze vertellen u dat je de muren maar moet gaan injecteren. Een heel mooi verdienmodel bij een gratis kruipruimteinspectie. Niet doen. Een onafhankelijke bouwkundige. Ik praat u geen bedrijf aan die de werkzaamheden kunnen herstellen. Die mag u zelf gaan uitzoeken. Zodat u zeker weet dat ik ook echt onafhankelijk ben. Dus altijd een onafhankelijke inspectie.